Nieuwsradio. De 20-jarige Simone de Meijeren mag zich de beste jonge etaleur van de wereld noemen. Ze pakte dit weekend het goud tijdens het WK voor beroepen, de World Skills in Leipzig. Ik heb nu contact met haar. Simone, wat heb jij de afgelopen dagen precies moeten doen om die titel te winnen? Ik heb 2 etalages moeten maken. Met het thema, 2 verschillende thema's. Etalage bedenken, maken en uiteindelijk helemaal tot de puntjes uitwerken. En wat had je gemaakt? De eerste etalage was het thema Tropical Holiday. Waar 2 etalagefiguren in de kast gebruikt moesten worden. En ik heb daar de ene etalagefiguur op zijn kop gehangen. Ja. En de ander die hangt ook, maar dan gewoon recht. En dan is het concept eigenlijk alsof je het vanaf bovenaanzicht hebt. En alsof ze op het strand liggen met een handdoek achter hun. En een bovenaanzicht, dat was eigenlijk het concept. En de tweede etalage was een thema eclectic dinner. En dat moest ik met servies en bestek en glazen doen. En dat heb je ook omgedraaid en vastgelijmd, of? Ja, ik heb het inderdaad aan elkaar gelijmd. En eigenlijk een heel onmogelijke stapel van borden gemaakt. En dat ziet eruit alsof het eigenlijk elk moment kan omvallen. Waardoor het dus hartstikke leuk eruit ziet. Nou, moeten die World Skills ervoor zorgen dat meer jonge mensen voor een vak met hun handen kiezen? Denk je dat het ze is gelukt? Ik denk zeker dat als de bezoekers die zijn geweest, dat die daar zeker weer mee worden, weer mee in aanraking zijn gekomen. En dat ze zoiets hebben van, dit is gewoon echt heel leuk. En het is geen suf beroep. Het is gewoon echt iets kunnen. Ja. Maar je bereikt natuurlijk alleen maar de mensen die daar komen kijken. Nou waren er wel 200.000 mensen die lang zijn gekomen. En, ja. En terwijl jij daar alles staat te maken in die etalage, word je continu bekeken door het publiek. Word je daar niet ontzettend zenuwachtig van? Nou, ik kan me daar gelukkig goed voor afsluiten. Ik heb niet zo goed in de gaten hoeveel mensen er staan, wie er staan, wat ze doen. En ik ben gewoon vooral bezig met mijn ding. En dat is gewoon wel heel belangrijk dat je dat kan. Want anders dan kan je het nooit halen binnen de tijd. En dan ben je constant naar in je hoofd bezig van, oh, die mensen staan me te kijken. Ze zitten om mijn vingers te kijken. Maar dus bij mij is dat heel goed gegaan. Nou, kan ik me voorstellen dat ieder modeblad of warenhuis jou nu wil hebben. Heb je enig idee wat je hierna gaat doen? Ja, ik ga zelf weer studeren in september. Dus ik ga weer een nieuwe studie starten. Wat ga je doen? Lifestyle en design. Het heeft in principe nog alles mee te maken. Het is alleen meer de styling kant op. Interieurmode en ook een stukje fotografie. Maar qua technieken en qua de klant het product zo goed mogelijk kunnen verkopen, dat is natuurlijk wat nog wel nummer 1 staat. Dus het heeft natuurlijk allemaal nog wel met elkaar te maken. Ja, en als je nou toch een heel spannend telefoontje deze zomer krijgt, word je dan niet in de verleiding gebracht om toch te gaan werken? Ja, wellicht wel. Wat zou je het liefste willen doen? Ja, ik zou het liefst voor een tijdschrift willen werken. En dan zeg maar een hele fotoset mogen stylen voor een woontijdschrift bijvoorbeeld. Of in ieder geval de styling mogen verzorgen. Styling voor fotoreportages in tijdschriften. Yes. Heel veel succes, Simone de Meijeren. Dankjewel. BNR Topic.